Utrecht-Ajax is in iedere competitie een kraker. Het heeft vaak ook schitterende wedstrijden opgeleverd in het verleden. Maar de Galgenwaard is leeg. Die factor is het dus niet van het opzwepende Utrechtse publiek als Ajax hier op bezoek komt. Ajax dat weer de beschikking heeft onder andere over Jurriën Timber en zijn tweelingbroer. Aan de andere kant Quinten bij FC Utrecht. Dat met een nieuwe doelman gaat beginnen aan de tweede seizoenshelft. Paas is gepasseerd. Die is op weg naar Amerika, naar de MLS. De Keizer verdedigt het doel. Op het middenveld geen plaats voor Ramselaar. Althans, die zit op de bank. De clubtopscorer. De nabije van corona heeft een beetje een fysieke achterstand nog. Maar voorin Mahi vanaf de linkerkant. En aan de rechterkant een debutant. De Japanner Naoki Maeda. Gehuurd van Nagoya. Ajax brak het trainingskamp af in Portugal. Flirten daarna met de regels en ging er hier en daar ook wel overheen. Maar het belangrijkste voor Ten Hag is dat zijn spelers eigenlijk allemaal wel weer hersteld zijn van blessures. Dan wel de naweeën van een coronabesmetting. Dat betekent dat Ajax met ongeveer de sterkste elf gaat starten. Haller is er natuurlijk niet bij. Die is in Afrika bij de Afrika Cup met die voorkust. Brobby is teruggehaald, dat verhaal is bekend van Leipzig. Die start in de punt van de aanval ook gelijk. Ajax, ondanks slechts 4 tegendoelpunten, is de nummer 2 van de ranglijst achter PSV. Maar dan moet deze wedstrijd altijd lastig Utrecht uit in winsten worden omgezet. De Keizer, een goede trap in de benen, dat is bekend. Dat is een hele goede voortzetting richting Doefikas. Timber, net op tijd in de gaten, gaat dan op avontuur. Timber, niet zonder risico, maar het loopt goed af. Het zal een wapen kunnen zijn voor Utrecht, die traptechniek van die nieuwe doelman, de Keizer. Maar hij zit natuurlijk met enige regelmaat op de middenlijn staat te verdedigen. Als je dan een doelman hebt die feintjes erachter kan leggen. Dat kan deze jongen. Quinten Timber. Warmer dan, matchwinner in de Johan Cruijff Arena bij die 0-1. Goeie beweging van Timber, een eentje erachteraan. Dan loopt het na het balverlies. Van Warmerdam, Spaak voor Utrecht en kan Ajax omschakelen met Blind die weg is aan de linkerkant. Moet Maeda erachteraan sprinten. En hier is Tadić die hem goed aanneemt en dit zou een kans kunnen opleveren als Anthony afdrukt en die ook gelijk binnenschiet. En in de 5e minuut komt Ajax op een 1-0 voorsprong. Dat ging snel als Maeda te laat in de gaten heeft dat Blind weg is. Die speelt hem goed in. Maar hier zit de crux in deze aanval, de aanname van Tadić. En uiteindelijk, ja, via de voet van Timber is de Keizer natuurlijk kansloos op deze uithaal van de Braziliaan. Hij maakt zijn 7e van het seizoen. Maher. Mahi. Timber, ja, dat kan niet met Brobby in de buurt. Balverlies op een plek waar je dat niet kunt voorlopen. Want hier is Ajax en daar de paal. En zo is het bijna 2-0. Utrecht komt er totaal niet aan in die openingsfase. Ajax is scherp geconcentreerd en voetbalt goed. En werd hier nog ook een beetje geholpen door Quinten Timber. Spijkerharde tackle van Martinez op de bal. Maar daarna alles wat er nog voorbij komt meegenomen. In dit geval de Japaner Maeda. Hier het balverlies van Quinten Timber. En dan ging het snel. Goed werk van Brobby en Berghuis. De aanname van Anthony was frivol. Mazraoui, daar komt de volgende mogelijkheid voor Ajax. Dat makkelijk combineert. Echt vlijmscherp is. Trieste aftocht. Naoki Maeda. Boussaïd is als vervanger in de ploeg gekomen voor Maeda. Tadić. Gaat hij weer terug. Tadić met de versnelling en de voorzet naar Brobby. Die kan hem zo binnenkoppen en dat doet hij ook. En zo is het voor Brobby gelijk raak bij zijn terugkeer. En staat Ajax met 2-0 voor. En wat gaat het gemakkelijk voor het elftal van Ten Hag. Dat heeft enerzijds natuurlijk te maken met de tegenstander. Maar Ajax voetbalt goed. Voetbalt prima in de eerste 18 minuten. En Brobby met de rake kopbal. Soepeltjes naar 0-2. Ajax in Utrecht. Blind. Ga
Gravenberg helemaal vrij aan de linkerkant. Daar iets naar binnen getrokken. Gravenberg met de dribbel. En die zoekt dan de combinatie. Bobby. Net niet lekker meegenomen. Moussaïd. Geen buitenspel. Wel buitenspel voor Doevikas. Waarom laat een assistent scheidsrechter dit niet doorgaan, deze situatie? Hij was heel snel met zijn vlagsignaal en dat nam Kuzepi ook gelijk over. Maar buitenspel, dat leek het toch echt niet te zijn. 100% kans. Utrecht hier door de neus geboord. Hij zei vrij snel daarna, sorry, richting Utrecht-trainer Haken. Vingen onze mensen aan de overkant op. Ja, hij zou zijn carrière graag voortzetten in Amerika. Maarten Paas, uitblinker in de Johan Cruijff Arena namens Utrecht. Plek kwijt. Warmerdam. Kan het aardig uithalen met die linker Warmerdam. Ja, probeert het maar eens, want doelpogingen van Utrecht zijn buitengewoon schaars. In Galgenwaard, het is een vroege zondagwedstrijd. Timmer. Leek de bal te verspelen. Vond hem toch weer terug voor zijn voeten. Hier is Blind. Berghuis zoekt de combinatie met Thalys. Die glipt er vervolgens heel gemakkelijk langs. En Van der Marel, hoe die het doet, doet hij het. Voorkomt dat Brobby die bal kan binnentikken. Een voorzet was uitstekend. Hard, laag. Een lepenstand voor Brian Brobby. Quinten Timmer. Streek. Dit zou dan voor Utrecht hoopgevend zijn als Boussaïd die bal goed voor de goal brengt. En wat een kans is dit voor Doevikas om er binnen te knikken. Hij krijgt de bal niet omlaag, Doevikas. Met afstand de beste mogelijkheid voor de thuisploeg. Gravenberg. Tadic. Tadic met de voorzet. Nou, dan loopt hij nu wel binnen, Bobby. Met zijn tweede van de middag. Ajax naar 0-3. En zo weet Brian Bobby ook weer hoe het is om een eindstation te zijn. In een Ajax-elftal. Waar spelers als Anthony en Tadic de aanvoer moeten verzorgen. En dat ook doen. Martinez zet de beweging bij Mazraoui. Is nu even weg daar natuurlijk, moet Anthony in de achtervolging. Alvarez maakt de oversteek. Ja, dat is wel de aangewezen persoon om in dat soort gevallen de zaken op te lossen. Voor het elftal van Ten Hag. Timber. Maher. Die krijgt nu zo'n beetje alle Ajaxiden over zich heen na die overtreding op Timber. Maher, die natuurlijk al een gele kaart achter zijn naam heeft staan. Zal ook een beetje aangeslagen, Maher. Nou, dat duel met Timber bovendien. Eigenlijk helemaal niet in de wedstrijd. Hij wordt vervangen door Van Overheem. Tadić of Gravenberg met de voorzet, dat is de vraag. Veel beweging rondom de keizer. Tadić hard. Dan valt hij voor de voeten van Blind. Die drukt ook af. Tadic. Anthony. Anthony naar zijn linker. Dat scheelt heel weinig. Dicht bij de 0-4 en bij zijn tweede. Als hij zich weer eens laat zien. Maar net een beetje te wijd. De keizer was kansloos. Boussaïd trapt. Hij duikt daar weer op. Timber. Ajax eruit met Anthony. Anthony, lange dribbel om vervolgens de bal in te leveren bij Boussaïd. Maar weer eens van afstand.
Daar staat hij. En die heeft 5 minuten om zich te tonen als vervanger van Anthony. 419 in de jonge Ajax. Nu de Eredivisie voor deze jongen van Axel Dongen. Berghuis, balletje 16 meter gebied in, waar Amoricio van Axel Dongen stond te wachten. Balk, 1-1 met Alvarez. Balk zit hier wat in voor Utrecht in de slotfase. Balk naar buiten gedrongen. En weinig problemen voor Pasveer, die zelden gepasseerd wordt. Axel Dongen, Tadic, Taylor, daar komt Taliafico, kan die afdrukken of bedient hij van Axel Dongen, ja. Dat is wel het verhaal vaak geweest in het verleden, het verhaal van Ajax-debutanten die gelijk een doelpunt meepikken. Dat leek Taliafico van Axel Dongen ook wel te gunnen. En dan kan Utrecht nog één keer waar Boussaïd helemaal vrij staat aan de linkerkant. En de laatste 20 tellen van dit duel zijn aangebroken en Pasveer de boel natuurlijk wel schoon wil houden. Dat zou dan voor de 8e keer op rij zijn in een uitduel dat hij dat voor elkaar krijgt in de Eredivisie. En hij gaat zijn 100ste Eredivisie-zegen boeken. Sneller dan Louis van Gaal bijvoorbeeld, heeft hij dat voor elkaar. En nadat Ajax in de extra tijd van de eerste helft uitliep naar 0-3. Andermaal via de teruggekeerde Brian Brobbey was het pleit wel beslecht. Utrecht bood wel wat meer weerstand na die kansloze eerste 20, 25 minuten. Maar het echt de tegenstander lastig maken, dat zat er niet in. Maar het ging eenvoudig voor Ajax. Wat uitstekend speelde in de eerste 20 minuten. Daar dus het verschil maakte. En uiteindelijk afgetekend wint in Galgenwaard Utrecht Ajax 0-3.